Dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. Ja, ik vond het wel terug, want ik heb in seizoen 1 heb ik meerdere battles gedaan en kwam niet echt goed uit de verf. Of ja, het lag ook aan mijn voorbereiding, stage presence en shit. En ja, ik vond het wel goed dat ik mezelf opnieuw heb kunnen bewijzen daar en dat het goed overkwam. En dat ik vier jaar doorkreeg. Dus ja. Ja, slechte voorbereiding. Dat sowieso. Als ik een match krijg bevestigd, dan ga ik wel dingen bedenken alvast in mijn hoofd, maar ik schrijf niks concreets. Ik schrijf alleen maar steekwoorden op en zo. En dat blijft even zo liggen totdat ik echt dingen heb bedacht en dat ik in die vibe zit van ja, laat me gaan schrijven. En ja, bij die paar battles tegen Cooper, Jeeves en Waldo was dat. Dat is toen helemaal fout gegaan. De een nog erger dan de ander op een gegeven moment. Ja, waar kwam dat vandaan? Ik ben lui, dat sowieso. Maar ja, er gebeuren ook soms dingen in mijn privéleven en shit. En soms overheerst dat gevoel een beetje, waardoor ik ook echt niet aan schrijven toekom, zeg maar. Maar na die battle tegen Waldo heb ik wel besef van, oké, je moet die dingen wel echt gaan scheiden, toch? Dus dat ben ik toen gaan doen en gaat goed. Ja, man. Nog steeds, ik ben wel lui. Ik begin ook wel eerder met schrijven. Na die battle met Waldo ben ik dat gaan doen. Maar net als mijn laatste battle tegen Fiction, dat was. Die derde ronde, die had ik diezelfde week gemaakt, zeg maar. Terwijl die eerste ronde, die lag er al een paar maanden of zo ondertussen. Dus ja. Maar ik weet niet, ik concentreer me nou. Als ik een battle heb, ik concentreer me daar gewoon meer op en zo. En het zorgt er wel voor dat ik het meer onthoud en shit. Ja, als nieuwe kandidaten mee willen doen met de audities en zo, ze moeten al veel geoefend hebben. Ze moeten het ook voor mensen al hebben gedaan, niet alleen hun vrienden of zo, maar als ze ergens zijn een keer op een, weet ik veel, een huisfeestje of zo, whatever. Dan gewoon als je bars hebt geschreven, spit het gewoon, kijk hoe mensen erop reageren en vraag om feedback. Ja, dat is, ja, wel. Probeer verschillende stijlen uit. Kijk wat bij jou het beste ligt. Vooral ja, veel oefenen vooral. Ik twijfel tussen twee. Mijn beste battle vond ik mijn eerste van de Next Gen tegen de Chris. Of mijn laatste tegen Fiction. Ik twijfel daar nog tussen die twee. Maar ik neig dan toch wel naar mijn battle tegen Fiction. Ja. Ja, mijn battle tegen de Chris, dat... Ja, hij wou heel graag tegen mij nadat hij de auditieronde door was. En ik dacht, ja, oké, als jij dat wil, dan doen we dat, toch? En voor mij, dat motiveerde me ook wel van, oké, dit gaat misschien wel persoonlijk worden, want hij weet ook genoeg over mij en shit. Maar ja, hij heeft het niet echt gebruikt. En ja... Ik wel, ik had nog een hele leuke derde ronde zelfs, maar helaas niet kunnen spitten wegens tijdsgebrek. Maar ja, hij is gelijk gestopt daarna. Ja, dat ik weer tegen Fiction moet, een beetje dubbel. Want ik heb een hele goede battle tegen hem neergezet en ik vind rematches vind ik op zich wel dope, als de eerste ook al heel dope was, zeg maar. Maar het is zo snel achter elkaar, echt letterlijk het event erna, dus dat is wel minder. Maar ja, we moeten er het beste van maken, toch? Ik ga proberen nog beter te komen. Gaat wel lukken. Ja. Dan heb ik meerdere, ja. Ik zit echt in een pool met alleen maar rematches. Als ik deze win, is een goede kans dat ik dan tegen Jeeves ga, volgende ronde. En als ik van Jeeves win, dan is de kans heel groot dat ik tegen Waldo ga. Dus het gaat heel leuk worden. Ik heb twee van die rematches heb ik verloren bij PO, of van die eerste matches heb ik verloren bij POB. Dus dat zou vooral tegen Waldo zou goed zijn als ik een beetje payback zou kunnen krijgen, toch? Nee. Van de Next Gen wel. Mijn pijnlijkste battle was. Niet tegen Waldo, bij de Next Gen wel, maar over het algemeen was mijn pijnlijkste battle toch wel tegen Frans.
Ja, dat was. Ik heb die battle zelf nog nooit teruggekeken. Van, ik weet hoe werk het was. Ik was erbij. Dus ik hoef het niet terug te zien ook. Die tegen Waldo heb ik wel teruggekeken. Dat wel. Was ook pijnlijk om terug te zien. Vooral omdat ik wist van, ik had wel bars, maar ja, voorbereiding. Ik vind hem dope. Ik vind Fiction heel dope. Misschien wel een van de beste schrijvers die er nu bij zitten in de league. Ja, gewoon dope, man. Kan niks kwaads over hem zeggen. Op dat vlak. Hij doet het goed. Ja, dat Fiction van Engels naar Nederlands is gegaan, is misschien wel zijn beste keuze geweest. En dat hij dan op het laatste event ook nog een beetje persoonlijker, meer op MC gericht komt, dat ja, goeie man. Hij is echt 10 keer beter dan in het Engels, hoe hij bezig was. Wat ik ga doen tegen Fiction, ik heb geen idee. Ik wil het helemaal anders gaan aanpakken. Gezien de tijd, het is al volgende maand het event, dus even kijken hoe anders ik het ga doen. Maar ja, ik ga mijn vorige performance wel overtreffen, man. Ja. Fiction's beste battle is tegen mij. Ja. Ja. Ik hoop ook dat hij het nou beter gaat doen. Dat hij gemotiveerd is. Dat hij die los te pakken had. Ja, man. Ja, allemaal nog privébericht sturen van ja, ik heb hier echt geen zin in. Ik wou tegen Giant eigenlijk. Het is wat het is, toch? Ja. Als je moet gaan rematchen, moet je rematchen, ja. Fody had het ook 2 keer. Hij had 2 rematches toch in seizoen 1. Is voor hem goed uitgepakt, dus waarom kan voor hem ook net zo goed uitpakken, ja. Ik kijk uit naar Noozy tegen Eerste Keus. Popjorn tegen Nick Veen. En Jeeves tegen Killer Croc, daar kijk ik wel meeste naar uit. En dat zijn wel de matches waarvan ik denk van oké, deze kan wel alle kanten op gaan eigenlijk. Want sommige matches die heb je ook maar van je al weet van tevoren van oké, dat die gaat winnen toch? Ja. Dat de grootste kanshebbers Waldo, Stef en Eerste Keus zijn. Nu, maar. Ja, ik denk we moeten het zien naar de 8e finales. Misschien valt een van die 3 wel weg, je weet maar nooit. Ja, bereid je goed voor. Probeer jezelf te overtreffen na het vorige event. Want ik ga wel proberen keer 2, keer 3 te komen en je gaat het echt niet redden. Doe je best. De 8e finales van Punch Out Battles beginnen dan. Ik moet zelf battelen tegen Fiction. Neem je mensen mee, koop een kaartje, bestel ze van tevoren op www.punchoutbattles.nl en dan zie ik jullie daar. Yeah. Je bent een kapper, bro. Ja, man. Je bent echt kapper. Hey, ja, man. Moet reizen en shit allemaal. Ja, man. Ik zie deze op die vibe om dood, gewoon. Hij is gewoon laid back, gewoon. Ja.